Herman van Looijen speelt 0-0 tegen Sparta. Iets wat half Nederland niet verwacht had. Ja, oké, maar ja, je moet niet altijd luisteren naar de verwachtingen van iedereen. We hebben gewoon een lastige voorbereiding achter de rug met heel veel wisselingen. Dus we weten ook dat we nog niet klaar zijn waar we eigenlijk en ook nog niet staan waar we eigenlijk willen staan. Maar dat wil niet zeggen dat je onder tijd niet gewoon ook wel voor een resultaat kan spelen. En dat hebben we gedaan. We hebben gedisciplineerd gespeeld. We hebben met een goede inzet gespeeld. Aanvallend hebben we niet top gespeeld. Moeten we natuurlijk proberen meer te brengen in de komende tijd. Dat is ook duidelijk. Maar alles wat er gebeurd is de laatste weken, maanden, was dit er gewoon tevreden. Maar ook wel weer door, want er is nog een hoop te verbeteren. Heeft die 0-0 nog consequenties voor de staf of voor de spelers voor het verloop van de afgelopen week? Nou, het is altijd zo dat het resultaat, ook al is het een gelijkspel, geeft natuurlijk vertrouwen. Dat is duidelijk. Alleen, ja, we weten ook dat we nu niet tegen Sparta spelen, maar we spelen tegen PSV. Met afstand de beste ploeg op dit moment van Nederland, met ongelooflijk veel individuele kwaliteit. Dus wij zullen top moeten zijn zondag. En afgelopen wedstrijd waren we oké, dus we moeten ons wel verbeteren in een week. Maar daar gaan we wel voor, want er liggen altijd kansen in iedere wedstrijd, ook tegen PSV. Kan dat in een stadion dat de laatste plaats bezet is? Nou, zeker. Zeker. Dat gaat natuurlijk ongelooflijk helpen. Uit publiek trouwens bij Sparta was ook top hoor, dus daar hadden we ook helemaal niks over te klagen. Maar een vol huis hier, eerste wedstrijd op gras, dat zijn ook misschien dingetjes die ons net even wat extra's moeten brengen. Dus ja, er zullen wel wat dingen mee moeten zitten. Maar aan de andere kant hebben we er goed over nagedacht hoe we het willen doen. We hebben het goed betraind, dus we gaan het zien. Betekent dat er in de wedstrijd tegen Willem II er wellicht bij zou kunnen zijn? Ja, dat zou wel zou kunnen en dat soort dingen. Dat zijn dan wel heel gevaarlijk om daar uitspraken mee te doen. Dat vind ik te vroeg om nu te zeggen. We gaan kijken hoe het volgende week verloopt. Dan heeft hij weer een week achter de kiezen. Hoe hij er dan voor staat, dat zien we. Eerste thuiswedstrijd op natuurgas. Ja, dat is mooi hè. Dus dat is ook wel iets bijzonders denk ik voor iedereen. Iedereen kent Heracles natuurlijk als de club van kunstgas. En nu voor de eerste keer op echt gas, dus ik ben benieuwd. Je hebt er al een keer op getraind met je ploeg. Misschien wel vaker dan eens. Ja. Hoe is dat bevallen? Ja, goed. Het veld is goed. Dus zoals ieder veld wat nieuw is, is het nou natuurlijk nog niet helemaal volgroeid en dat soort zaken. Maar het ligt er nu gewoon goed bij, dus we gaan kijken hoe het zich houdt. Je verwacht niet dat het zondag na de wedstrijd een puinhoop is? Nou, dat verwacht ik niet. Of het moet heel slecht weer worden, maar volgens mij zijn dat de verwachtingen ook niet. Dus ik denk het niet. Goed, PSV, je zegt al een fantastische ploeg. Kampioen van Nederland. Ja. Betekent dus dat je zelf top moet zijn om hier een resultaat te halen? Ja, zeker. Zo is het ook gewoon. We moeten top zijn en dan moet het ook nog af en toe een beetje meezitten. Maar in voetbal heb je altijd kansen. Dus ze hebben heel veel kwaliteiten, ze hebben heel veel wapens. Maar ze hebben ook, net als iedere ploeg, ook een aantal dingen die ze misschien iets minder doen. En dat weten we. Het gaat er alleen om, kunnen wij ze daar ook in pijn doen? Dat zal moeten blijken. Je speelt onder heel veel weerstand, het moet snel gaan. Ja, kun je dan de goede oplossingen maken? Dat is vaak de vraag. Mirani die viel uit afgelopen wedstrijd. Hoe is het met hem? Hij is inzetbaar. Hij is gewoon weer volledig meegetraind vandaag, geen probleem. Dus hetzelfde elftal als vorige week komt ook nu weer in het veld. Dat is een mooie vraag, maar je weet dat ik de opstelling nog niet ga geven. Die is nog niet bekend. Dus we gaan kijken wat we gaan doen.